Vandaag neem ik een kijkje bij de Climbing Dutchman. Wat hij zoal doet op een normale werkdag. Aan deze boom omzagen. En ik zit even te kijken naar welke kant hij hangt. Je kunt zien aan deze kant heeft hij geen takken. Dat komt wel goed uit, want dan breek je niet te veel takken van die bomen af. Alleen ik denk dat een kleine boompje, een klein eitje daar in het midden, het wel gaat ontvelden. Maar ja, er is niet zoveel aan te doen. Anders moet je hem allemaal uit gaan kleden en dat duurt veel te lang, nog veel te duur. En dat heeft meer kans om hier wat kapot te maken dan een kleine boompje daar. Dus, en dat is de kortste klap. Dan ga ik twee lijnen aan aanbrengen. Eentje naar die truc en eentje aan een boom vast. Dan kan die zeker weten, die kan niet opvallen. En dan, en dan ga ik ernaar. Hier een valkerf in zagen, in de juiste richting, die kant op. En dan zagen we van achterin. En dan laten we rustig vallen. Oké. Okay. Hij is ongeveer 30 meter hoog. Dit is native of indigenous aan de Dandenongs. En dat is een beetje vergelijkbaar met eikenhout. Het heeft een beetje hetzelfde kleur, een beetje hetzelfde grain erin, tekening. Dus het is heel goed, is gebruikt vroeger allemaal in de. Om mee te bouwen, Melbourne. Die was eerst allemaal kaal. En daar hebben ze heel Melbourne voor gebouwd, zeg maar, van deze bomen. En ook van de. Aan de andere kant is het wat natter. En dan heb je de Eucalypt Regnans. Dat zijn de mountain ashes. Die worden nog veel hoger dan dit. Die kunnen wel 100 meter hoog worden. En die zijn. Die gebruiken ze ook veel voor de bouwen voor Melbourne. Dit is One Tree Hill Road. Hier stond eerst nog. Stond eerst helemaal niks. Zeg maar, 100 jaar geleden was het helemaal kaal. Dit is okay. Helemaal weer. Teruggegroeid. Dus ja, alleen deze is dus, de bewoners die maken zich een beetje zorgen over takken over het huis. Hij heeft ook een keer een paar takken laten vallen. Dus en hij heeft ook al een beetje decline, een beetje. Hier zit een ziekte in de grond. Dat is, kijk, hoe heet dat ook weer? Phytophthora. Dat hebben de Europeanen hierheen gebracht 150 jaar geleden. En een soort van schimmel zit in de grond en tast de wortels aan. Je kunt daar wel zien, die bomen. Die zijn ook al aangetast, die zijn ook al dood. Die gaan langzaam dood, het sterft langzaam af en die gaat ook al achteruit. Dus ja, jammer. Het is gewoon meegekomen met de boot. Ja, er zit gewoon, je kunt gewoon modder aan je schoenen zijn. En dat ja, spreidt zich gewoon. Vooral als het een beetje, hier is het altijd wel een beetje nat, dus ideale omstandigheden. Nat en warm, daar houden ze van. Dus daar zijn ze dus bang voor als we, als we bij de airport staan? Ja, ook. Ja, als je schoenen niet schoon zijn, dan zijn ze bang voor. Maar zelfs als je hier zeg maar rondloopt en je gaat aan het bosgebied lopen, dan kun je dat ook onder je schoenen hebben meebrengen. Dan is ook iemand altijd goede schoenen. Als je gaat wandelen, heb je schone schoenen nodig. Ik heb geen modder aan zitten, want dan kun je het zo verspreiden overal. En dat is ook al gebeurd. Ja, dan kunnen hele bossen gewoon doodgaan langzamerhand. Ja, wel jammer. Zijn de veiligheidseisen nou strenger dan in Nederland, dit soort dingen? Nee, veel bedrijven ook gewoon in de korte broek. Ja, dat mag dan niet, maar je ziet er wel veel hier, omdat het gewoon te warm is. Maar ja, liever een beetje zweten dan in het ziekenhuis. Je moet ook voor jezelf doen de veiligheid, niet alleen omdat het moet. Ja. Dus ja, bijvoorbeeld zaagschoenen. Als je erin zaagt, zit alleen vezels in. Dat gaat dan in je ketting en dan stopt de zaag. Hetzelfde met de broek. De broek heeft ook die bescherming. In Australië mag je gewoon werkschoenen hebben met stalen neuzen. Maar ja, als je hier zaagt, dan zaag je steeds in je poten. Ja. Dus ja. Ja, een klein voorbeeldje. Ja. Maar dat moet je gewoon voor jezelf doen. En dan moet je niet te veel naar de regels kijken. Het is gewoon het veiligste wat er is. Dat moet je gewoon aanschaffen. Ja. Dat moet je niet bezuinigen. Wat vind je nou het engst? Echt eng? Ja, niet meer zo. Ja, het is meer een uitdaging, weet je wel, als het moeilijk wordt. Dan eng. Alleen wat wel eng is, zulke boompjes en die heel erg lang zijn. Je hebt bijvoorbeeld zulke boompjes die 20 meter lang zijn, dan sta je helemaal niet stabiel. Zo'n boom zijn je echt stabiel. Als je dan met de sporen eruit schiet, dan hang je meteen vast. Maar vaak staat er wel weer een andere boom naast, waar je dan in kan klimmen. Want je hebt een keer gaan overslingeren.
naar een naar de kleine boompje en dan hang je gewoon in die grote boom. De, met je lifeline, dus dat noemen. En dan, ja, dat maak je. Hier hang je er gewoon aan. Zo zijn we even. Zo zeker jezelf. Deze taalkalf die hangt er al volgens mij 10 jaar in. Die heb ik ooit een keer ingehangen voor hun. 8 jaar geleden of zo. Want die man die hier toen leefde, die zou hem toen zelf een keer omzagen. Maar het is er nooit van gekomen. Die hangt er nog steeds. Wow. Dus dan mag ik het doen. Die kabel gaan we vandaag niet meer gebruiken, want die vertrouwen we niet meer. Nou ja, dan maar omhoog. Wat is de eerste tuin die je deed dan? Ja, nou het zit zo. Ik was toen aan het backpacken met mijn ex-vriendin. Toen zijn we de Koekoe, dus restaurant hier zo. En eigenlijk een Russe die is dan Duits. En toen kwamen we daar moest achter werk. Dat is net in 2005. En nou ja, toen hebben we dat weggekregen. En de eerste nacht mocht er blijven eten en zo. En toen belde eigenlijk de rest de buur op. En dan hier dus. En toen, oh, hier zit een Nederlands stel. En toen zijn ze ook gekomen. En toen, ja, meteen de eerste nacht kon je gewoon blijven slapen. Oh, wauw. Ja, gewoon, ze kenden ze hem nooit eerder gezien. Maar meteen, hup, dat maakt niet uit. Blijven slapen. En zodoende zijn we hier aan het werk geraakt. En toen heb ik ook, zeg maar, bomen omgezaagd en geklommen dus. En ja, dat is een van de eerste bomenklusjes die ik heb gedaan in Australië. Ik hier aan het backpacken was, dus dat is 9 jaar geleden al. Dus ja, dat is ja, een van de eerste. Ja, grappig. Maar zeker niet de laatste. Zo, die zitten erin. Het is altijd belangrijk dat je bomen zeg maar ieder jaar checkt. Dat kun je zelf doen. Weet je wel, als je in het bos woont, dan heb je al een beetje kijk op bomen. Dan weet je wat gezond is en wat achteruit gaat. En ja, heel professional zeg maar. Dat je eens in de 2 jaar, of ja, als je een echte zieke boom hebt, dan moet je die echt ieder jaar wat checken. Voordat het echt misgaat. Want soms ja, er zijn groot problemen te voorkomen door een klein ingrepen. Maar soms laten mensen het gewoon bij. Nee, ja, je hebt bijvoorbeeld plakoksels. Ja, ik weet niet of je hier eentje hebt, maar zeg maar zijn 2 stammen die groeien zo op en zitten gewoon barst in het midden. Dus ze vergroeien niet met elkaar. En als die heel groot worden en zwaar en er komt een harde wind, kan ineens de tak ook gewoon uitbreken. En dan verlies je de hele boom. Maar ja, als je er gewoon zeg maar een soort van brace, is dat anker, een stormanker, noemen we het ook wel, erin zet, dan kun je dat voorkomen. En dan gewoon een jaarlijkse snoei. Of eens in de 4 jaar even snoeien. Hou je boom, hou je geld in je pocket. Ja, het is gewoon, ja, het is gewoon veel beter. En, hou ik een beetje schaduw in de tuin, want de boom zat hier. Dus dat is ook belangrijk. Het scheelt in de stookkosten. Nou, ik zal even die lijnen strak trekken met de Unimog. Ik zet eentje hier neer. Die andere zet ik waarschijnlijk daar neer. En dan gaan we even laten vallen. Komt dat hij die kant op gaat. En dat is mijn trekline. Ik ga hem een keping maken. Ja, ik ga hem laten vallen. Cool. Ja, oh ja. Je moet dit pakken ervoor. Dit is een paar keer dat we ja.
Ja, is gelukt. De boom staat er nog. Dat is het belangrijkste. Ja, voor mij is het een beetje de dag die schijnt vergaan. Ja, op eerst, toen begon natuurlijk wel, maar ja, de eerste routine een beetje. Elke boom is anders, elke klus is anders, het is nooit hetzelfde. Dat maakt het wel interessant. Dus hier moet je wel een beetje kijken van waar duurde, heb je de tracklijn, waar heb je deze lijn. Zodat je hier niet te ver die kant op valt. Dus ja, het is een beetje kijken, maar met deze machines maakt het een stuk makkelijker. Dan heb je een beetje, nou ja, dat weegt 7, 8 ton dan een touw trekt. Dan heb je gewoon zekerheid. Als je hier gewoon met een four-wheel drive staat, dan ja, dat ding weegt misschien 500 kilo. En als het dan steeds niet goed opzet, dan wordt die hele four-wheel drive gewoon meegetrokken in die boom die gaat nooit die kant op. Maar hier kun je gewoon goed spanning erop zetten en ja, dan heb je gewoon die zekerheid.